Metamorfose is deze keer in handen van interieurdesigner en stylist Charlotte Emmerich. Naast woningen ontwerpt ze ook de interieurs van hippe clubs en restaurants. En ontwerpt ze haar eigen verlichting. De stijl van Charlotte is een combinatie van modern en oud. Ze combineert antieke objecten met moderne elementen. Het liefst gebruikt Charlotte verschillende materialen, zoals hout, glas en beton, door elkaar heen. Dit maakt haar ontwerpen strak, maar toch knus. En dat is precies wat het huis van Dirk en Sandra nodig heeft. Volgens mij hebben we heel wat van dit soort zitkamers in Nederland. Ja, ik denk dat heel veel huizen in Nederland eigenlijk op deze manier zijn ingedeeld. Met een living eigenlijk in een open keuken. Maar hoe zou jij het anders doen? Heel belangrijk is om van tevoren bij de inrichting na te denken van wat heb ik voor plan? Wat wil ik? Wil ik heel veel speelgoed opbergen of heb ik heel veel boeken? En vanuit daar ook je meubels kopen en dan wordt het heel effectief ingedeeld. Hier woont aan de foto's te zien een groot gezin en je kan hier met z'n tweeën op de bank zitten. En dan houdt het wel op. Houdt het een beetje op. Maar ruimte is er niet helemaal naar om nou te zeggen, goh, iedereen een stoel en iedereen een bank. Hoe los je dat dan op? Ik denk dat het verstandig is om met flexibele meubels te werken. Dus dingen die je erbij kan zetten of die je ook anders neer kan zetten. Ja, en ook multifuncties toekennen aan. Dus inderdaad een poefje kan een tafeltje worden of ja, wat dan precies. Ook. Ik denk dat het belangrijk is om in zo'n ruimte elke vierkante meter te benutten. Een hele goede manier daarvoor is een stukje interieurbouw. Mm-hmm. Dus iets zelf te ontwerpen. Wordt zowel praktisch als één plan wordt eigenlijk deze ruimte. En dan bedoel je eigenlijk dus, hier zie je twee kastjes staan, want ze hadden een kastje nodig voor tv. En hier zie je weer een kast staan, want ze hadden wat laadjes nodig voor wat paperassen. Ja, heel veel verschillende tinten hout zijn gebruikt. Het wordt al een beetje, eigenlijk gewoon geen geel. Nou weet ik dat je het ook wel eens lekker vindt om een oud stuk, een vintage stuk ertussen te zetten. Ik zie dat hier helemaal niet. Ik weet wel dat ze de wens hebben. Wat gaat dat toevoegen als je dat straks gebruikt in het interieur? Ik vind het belangrijk om vintage elementen vaak te combineren met moderne elementen. Om net even dat knipoogje aan het interieur te geven. Net dat grapje erin of een leuke contrast in het interieur. Zodat het niet vlak wordt. Dus niet dat alleen maar moderne interieur-items in het huis staan. Dingen moeten eruit springen. Nee, ik ben wel heel benieuwd wat je ervan gaat maken. Want volgens mij staat dit gezin heel erg voor open om iets nieuws te mogen ontvangen. En ik denk dat jij dat heel goed kan. Ja, ik heb er heel veel zin in.